BASF Antwerpen maakt geen afgewerkte producten, maar wij maken chemische grondstoffen. Die vind je terug in verven, matrassen, luiers, autobanden en allerlei producten. Maar het is niet omdat wij in de chemie zitten dat er hier enkel maar chemische ingenieurs werken. Integendeel zelfs, het is hier één groot speelveld van allerlei specialisaties. En ook in elk type job gaat je met die verschillende specialisaties in aanraking komen. We hebben ook minstens evenveel werktuigkundige en elektrotechnische ingenieurs nodig. Bouwkundige ingenieurs, ingenieurs in de materiaalwetenschappen, zelfs computerwetenschappen. IT en OT is ook een heel belangrijk domein binnen BASF. Die kunnen te werk gesteld worden op jobs die meer op korte termijn belangrijk zijn. Zoals een onderhoudsingenieur ook werktuigkundige en elektrotechnische achtergrond moet hebben. Die kunnen ook wat meer op lange termijn gaan kijken. Typische job zoals een asset manager moet uitvoeren. Maar ook zaken op echt lange termijn, waarbij je minder met het day-to-day business bezig bent. Maar eerder een strategische visie nodig hebt om beslissingen te nemen op lange termijn voor de site. Ik ben begonnen in de industrie als maintenance manager. Ben dan later geëvolueerd naar een asset manager rol binnen het operationele. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig mee aan het verdiepen in de nieuwe technologieën die onze site kunnen helpen om betere netwerkconnectiviteit te hebben. Zoals daar zijn bijvoorbeeld het 5G-netwerk. Dat is ook iets waar wij een onderzoek naar doen en een aantal use cases hebben om uit te testen op onze site. Om te zien welke waarde daarin zit. BASF Antwerp is een van de meest geavanceerde productiesites ter wereld en efficiëntie en preventie zitten centraal in onze beeld. Een belangrijk aspect van ons verhaal is digitalisatie. We willen nog meer datadriven worden en dit laat ons toe om betere beslissingen te nemen. En we willen dat doen met inzet van verschillende technologieën, met tablets, drones, maar ook met gebruik van Internet of Things en de cloud. Ook in de logistieke wereld van BASF zijn er natuurlijk heel veel ingenieurs nodig die de puzzel van de logistiek op de site eigenlijk continu blijven verbeteren. Daarbij is het nodig om natuurlijk heel goed te luisteren wat dat de noden of de behoeften zijn van onze eindgebruikers, onze klanten eigenlijk. En die dan ook te vertalen naar de ontwikkelingen die moeten plaatsvinden. En die vertaalslag is natuurlijk wel heel interessant om te maken en ook uitdagend, omdat je met zoveel verschillende facetten moet rekening houden tegelijkertijd om de verschillende eindgebruikers eigenlijk op het einde tevreden te stellen. Een van de strategische pijlers op BASF is innovatie en digitalisering. En ook daarom zijn wij een sexy partner voor externe firma's die ook die weg inslaan om te zien hoe dat wij samen kunnen werken om mooie producten te maken en mooie oplossingen te kunnen voorzien die in onze industrie dan de waarde creëren die we zoeken. Ik vind het vooral heel leuk om te werken voor een bedrijf met zo'n grote impact. Dus de circulaire economie zit hier echt wel ingebakken in onze productieprocessen. Verbund, zoals wij hier noemen, dat gaat om het minimaliseren van afvalstoffen en het maximaliseren van de energieefficiëntie. Dus de reststoffen in het ene product en de rest energie in het ene productieproces die worden hergebruikt in het volgende productieproces. Mijn huidige rol binnen de expertise heb ik ook bewust gekozen in overleg met de personeelsdienst om een goede fit te hebben met mijn huidige privésituatie. Het is voor mij op dit moment zeer moeilijk met 3 jonge kinderen om ongepland flexibel te zijn op allerlei situaties. De rol die ik vandaag heb is veel gestructureerder en geplander en matcht veel beter met het moment van mijn leven waar ik nu in zit. Het is zeker niet uitgesloten dat wanneer mijn kinderen wat ouder worden, dat ik weer kan bewegen naar een andere rol die wat meer flexibiliteit vraagt, maar ook een nieuwe uitdaging voor mij kan betekenen. En dan is er ook nog de sfeer. Ja, die voelde ik al toen ik hier nog stage deed. Hè. Wat moet ik doen? Het was nog niet oké. Nee, nog opnieuw, sorry. Wat was het? Dat was snel.